Wat? Ik ga geen serieus gesprek voeren hoor. Hou liever mijn dikke... Wat? Sorry. Wat? Hey, nou. What's good, Kelfab? Ik ben hier, niet thuis. Maar ik ben hier met mijn vrouw. Nina is helaas omgetoverd tot Masha. Hi. Hey. Hallo. Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie een... mukbang video. Vandaag ben ik in New York en ik heb ineens een heel leuke idee. Ik ben hier met Claire. Er komt even een poes aanlopen. Die komt even kijken wat gebeurt hier, joh. We hebben twee katten hier rondlopen, dus die zie je misschien in beeld. Met een zelfreinigende kattenbak. Robot kattenbak ding. Fucking hell. Ik heb met mijn vingers in de kak elke dag Nina en ik ruzie over wie met zijn vingers in de kak moet. Hier is een zelfreinigende kattenbak. Hier is even een filmpje. Dat is het. Ik wist niet eens dat het bestond. Beste aankoop ooit. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja. Mijn leven is geweldig. Ja. Oké, go! We hebben wel net sushi gegeten, maar dit is een toetje. Dit is een dessert. Er zitten wel allemaal rode vlekken straks in je jurk. Dat heb ik ook altijd. Hoop ik een mooie nieuwe blouse en dan is die, kan ik hem niet meer aan. Weet je wat we vandaag gaan doen? Nou, tinderen. Aangezien jij elke week op Tinder zit, dit is ideaal voor jou om te doen. Asja, ik kom je elke week tegen op Tinder. Niet waar. Wel. Luister, ik heb al bijna 15 jaar met Gregor. Ik weet niet hoe die dingen werken. 15? Ja. Fuck, zo oud ben ik ongeveer. Oh, ja, inderdaad. Ik had je moeder kunnen zijn. Maar weet je, we zijn al heel lang samen. Dus ik weet niet hoe die... Ik kijk wel eens mee. Ik heb het wel eens voor een gein. Heb ik het echt toen het net uit was. Voor een gein? Of ja. Nee. Toen hebben Gregor en ik voor een gein het gedownload. Ik heb het ook eens een keer voor een gein gedaan. Ja, en toen? Maar Nina wist het niet. Oh, dus toen, dat is wel jammer. Toen was ze echt boos. Ik heb één foto gekozen en ik weet het niet. Dus toen heb ik Gregor laten helpen met foto's. Oh ja. Ik had dus één foto gekozen. Ja. En die andere die heeft Gregor dan uitgekozen. Hij zei van die moet je een beetje met je lichaam, een beetje goed. Jij bent de eerste met wie ik deze Tinder video maak, waarvan gewoon de man heeft het, heeft het uitgekozen. Ja, maar ik weet niet. Ik zeg, wat willen mannen nou zien? Ik weet het gewoon niet eens. Ik ben zo... Je bent zo al lang uit de game. Daarom. Okay. Dit is, de eerste foto is een close-upje. Van, hey, look at me. This is me, Masha. Dan heb ik een foto van mijn lichaam bij een, zeg maar, een soort van chill festivalachtig. Dan heb ik Burning Man. Dat is dan net iets gekker, met een beetje boobs. Beetje boobs. Boobs, altijd swipe naar rechts. Dan heb ik een hele happy foto. Ja, want die bent ook wel eens blij. Ja, en dan heb ik eentje bij een zwembad. Dat was dan want je zwemt ook wel. Lichaam en zo. En die laatste is ook zo. Ook met een... Maar hoezo ook Gregor jouw lichaam? Oh, dat vind ik wel mooi. Gregor, gooi je lichaam. Lichaam. Nee, maar ik zei gewoon heel serieus. Zeg maar, als man zijn en jij zit op Tinder. Ja. Waar kijk je? Nee, jij zegt toch ook boobs, dan swipe je gelijk. Nou, is ook. Hij heeft helemaal gelijk. Ik ben er klaar voor. Ja, ik ook. Let's go! Oh, dit is. Oh, hij heeft een super like. Dit is David. Die heeft, weet je wat een super like is? Ja, dat is dan. Dan kan je. Is dat het blauwe sterretje? Ja, dan wil hij dus dat jij weet dat hij jou gelijk. Oh, zo interested is hij. Aha. Maar David. Ik denk dat ik. No disrespect naar David. Mocht ik trouwens afvragen, hey Kel, waarom laat je alle gezichten van de mensen niet zien? Nou, dat komt omdat ik anders aangeklaagd word. Ja, privacy. En dan ga ik dood. En dat is niet leuk. Niet. En dan moet de video offline en dan kun je er niet meer van genieten. Echt dood. Hij zit... We gaan even omschrijven. Hij is een grappenmaker, denk ik. Hij is een grappenmaker. Hij zit als grapje in de douche. In de douche, met een zwembroek. Oh, deze is afgeknipt van zijn vriendin op de foto, volgens mij. Nee, kijk, je kan hier nog meer... Wacht, je kan hier meerdere foto's kijken. Oh! Zie je? Zo zie je... Oké. Maar hij heeft inderdaad... Hij staat met iemand op de foto, maar die is afgeknipt. Oh, ik ben... Laura, het is weer echt super like! Je hebt al twee super likes. Ik vind het een beetje erg. I'm so proud of you. Thank you. You are such a beautiful woman. You are super like all people. Je hebt toch niemand gelijk, G. Jawel, eentje. Eentje heb ik gelijk. Omdat jij zei, doe maar... Oké. Is dit serieus? Kijk zijn tekst. Wat staat er? Lees het even voor. Er staat... Sarcastische, zelfgeobsedeerde, alcoholische narcist. Als je te veel overgewicht hebt of langer dan 1,76 bent, wegwezen. Hè? Dit moet toch een grap zijn? What the fuck, this Zullen guy? We hem swipen? Ja, like gewoon voor het idee. Wat... Ja, de mensen! Ja! Wat moet ik dit doen? Ja. Je bent helemaal in de stress. Ik weet niet wat ik moet doen. Je weet niet wat er nu gebeurt. Ja, nu kan je een gesprek met hem aanknopen als je wil, hè? Ja, hij is wel een knappe gast. Oké, hoe moet ik... Wat is dit? Dat stipje betekent... Ja. Kijk, en dan kun je met Rob, de narcist, praten. De alcoholist, de narcist. Moet ik zeggen, ben jij serieus? Ja, je kan doen. Weet je? Take the stage! Ja, nu moet hij nog maar net toevallig antwoorden. Kim, ik ben niet de slimste, knapste, rijkste of mooiste man op aarde. Er is een hoop mis met mij. Toen ik vorige week... Wat? Toen ik vorige week... Met een vriendin moest helpen verhuizen. Zat iedereen aan tafel met elkaar te overleggen. Hoe pak je een verhuizing aan? Wauw, deze... Wat? Hoezo zet je dit in je bio? Hoor je dat? Wat? Dat is het geluid. Dat ik aan de beurt ben. Nee, wil je deze dan even wel? Dan doe ik het
Ja, oké, okay, like deze. Okay, hey, je hebt een super like van Kevin! Like de super like! Nee. Yes! Nee. You got a match! Ja, het is office. Als je het geluid hoort, dan weet je dat het tijd is voor mij om je Tinder over te nemen. Ik mag. Stefan, ik vraag hem dan af. Nee, dat is dit Stefan nee, is. Nee, het is de vader. Don't. Je zegt Weer. Je kinderlijke dag, knuffelt ze nog vol vertrouwen. Dan ineens wordt een gewone dag een leven lang diep rouwen. Oh, dat is kut. Maar dit insinueert een beetje alsof hij een kind is kwijtgeraakt. Ja. Wacht, ik ga heel eventjes met Kevin praten. Nee, help. Sup, Kevin. Heeft er al iemand gereageerd? Ja, hij heeft dit gezegd, zie. Ja! Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik vind iemand... het heel spannend. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zo open, zo recht voor zijn raap. Hoi, je ziet er sexy uit. Dank je. En dan met een emoji. Niet de smiecht emoji alsjeblieft. Oh yeah. We zien wel even waar het schip strandt. We gaan even door. Kenneth is wel een, ja, dit is een levensgenieter. Bourgondische, ja joh, leuk. Hey, je hebt een match met Kenneth. Dit is toch hilarisch voor jou om te doen, weet je? Ja. Onder andere mensen hun naam. Hey Kenneth, ken je Sensenstraat? Ik ken het. Comedy! Weet je, Kevin is van bezig. Zo snel zo'n guy gaat die zo vol bovenop je springt. Mannen hebben soms fatsoen. Rustig even aftasten. Deze guy zegt gewoon, je hebt sexy. Wat wilde je zeggen voordat ik wat zei? Nou, wat heb je gedaan? Je hebt zeker ongelukkig ja, ik was aan het typen zo van, hey Kenneth. En toen stuurde hij, oh, je bent sexy lady. Oh, Kenneth heeft ook gereageerd. Ja, ik ken Sesamstraat. Dit zijn nu al de beste gesprekken ever. In mijn leven. Wat wilde je zeggen voordat ik wat zei? Wat denk je? Ga je gewoon een vraag terugstellen. Ja, lekker. Maar zou hij de woordgrap begrijpen? Ja, wel. Ja, denk je? Snap ik vraag, heel rude. Snap je de woordgrap? Ja, doe! Ja! Ja, of heel dom. Snap je de woordgrap? Meer niet. Hey, mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan kan dat. Oké, dat even doen door te abonneren. Ja? Want het is altijd feest. Altijd gezellig! Wat denk je dat ik wilde zeggen? Iets van hoi? Ik vind hem nu al heel erg clinchy. Hij zit wel echt, hij zit er wel boven. Hij wil te graag. Ja, hij wil erg graag. Ja! Correct! Haha, zo zei je. Nou, show some respect! Al niet! Wow! Ook echt die druppel smiley. Ja. Die smiley, weet je wel, die. Oké, maar nu is de vraag, wat zeg je hierop? Ik moet iets zeggen. Ja, we hebben echt moeite. Ik vind het ook moeilijk. Echt, ik weet niet hoe dit gaat. We hebben allebei al zes jaar geen seks gehad. Hoe moeten we hier nou? Wauw, waar heb ik die smiley aan verdiend? Zal ik dat zeggen? Okay. Ik vind die smiley persoonlijk erg beledigend. Oké. Okay. Ah, Yes. Zo ziet hij van jullie de ook een beetje uit. Jij bent van Nederland. Denk jij dat ik gewoon het gewoon allemaal niet snap? Misschien gewoon niet eens goed Nederlands kan. Nee, maar misschien zijn we van België. Want zie als je mijn achternaam? It was at this moment that he knew. He fucked up. Dat weet ik niet. Nee toch? Nee, want anders zie je mijn achternaam. Dan zeggen mensen vaak Veehoek die Stova, wat? Waar komt dat vandaan? Hoezo, want is dat maffia of zo? Nee, maar dat is gewoon niet Nederlands. Oké. Okay. Terug naar Kevin, de klootzak, de aardslok. Maar geen idee wat voor smij. Wat voor smij. Kevin! Nee! Kevin is. Die met die zweetdruppel. Hij stuurt ook heel veel berichtjes achter elkaar. Hij geen idee wat voor smij die met die zweetdruppel. Kenneth. België. Ah, je had gelijk. Hey. Nou! Hey. Heel goed, heel goed. Zo leren we nog eens wat. Ja, ze kunnen. Maar woon vlakbij de grens. Net terug van Nieuw-Zeeland. Moet ik een grapje met hem uithalen of zo? Wat vind je leuk? Wat zouden jouw kijkers nou heel leuk vinden? Ik heb een leuke grap. Please, geen hele rare dingen doen. Please. Hij heeft net gezegd, ik ben net terug van Nieuw-Zeeland. Dus nu is het voor jou Oud-Zeeland. Comedy! Als hij nu gaat lachen, dan weet je ook, oké, deze gast. Wat zou Kevin nu denken? Zou hij denken, shit, ik ben het aan het verpesten? Of zou hij denken, nee. Jezus, wat een rare. Ja, dat laatste. Dat ben ik trouwens zeker. Kenneth zegt, inderdaad. Zo! Hij begint niet eens over het feit dat het een afgrijzelijke grap is. Sorry. Kevin komt even tussen. Wat is dit? Wat doet deze man? Wat begin je vaak over het feit dat ik zo verdomde sexy ben? Ja, wat moet je er ook op zeggen? Even serieus. Ik weet wel dat ik sexy ben, hoor. Hij gaat gewoon voor de. Oké. Okay. Wil je er nog iets aan toevoegen of ben je zo? Wil jij nu iets sturen? Nee, je hebt niet zo. Je hebt niet gestuurd. Ja, dit is toch mooi? Ja! Dit is toch mooi? Kevin denkt dat hij beet heeft.
Kijk hoe snel die ook reageert ineens. Hij is wel daar, hij is wel aanwezig. Hij denkt gewoon, I don't care, simpel. Wacht, welke smiley stuurt hij? Weer de druppel. Oh, dat was de druppel. Die is nice, die is nice. Ja, dat was de druppel. Die moet hij accepteren. Aan de andere kant van de lijn hangt ook nog Kenneth. De jongen uit Oud-Zeeland. Inderdaad, wel wat heimwee. Maar jij maakt het hier wat interessanter. Oh! Thanks. Ik weet nog niet hoe dit werkt, jongens. Ik kan wel heel extreem gaan doen nu. Alleen, ja, weet je... Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar ik wil ook niet je hele video helemaal 18 plus maken, omdat ik een soort van... Nee, dat is ook zo. Dat is, maar dit is ook gewoon heel appropriate om te zeggen. Thanks. Dankjewel. Kevin, are you even human? Dus als ik zeg neuken, zeg je haha, ja, waar, wanneer, hoe laat en niet... Ja, een beetje van genieten. Dan zeg je toch, oké, oh, hij zit dieper, hij zit dieper. Kevin is een boek aan het schrijven, joh. Ja. Oh, en nou is hij kan. Hey, het kan. Anders doe... Oh, oh. Ik ga geen serieus gesprek voeren, hoor. Hou liever mijn dikke... Wat? Sorry. Wat? Hey, nou. Ik sta... Wat zeg? Ik ken dit. Ik sta... Dit is zo raar. Echt een raar gesprek. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens mensen meegemaakt die echt zo'n funzige dingen zeggen. Maar dan klopt het nog. Wat hij zegt is gewoon... Het slaat nergens op, dat zeg je. Ja, ja, wat kun je beter? Dat is gewoon, dat denkt toch iedereen nu? Ja, dat is letterlijk wel. Wat bedoelt u? Wat bedoelt u? Nee, voordat we straks een of ander... Nee, maar dit is gewoon een vraag, zo van, wat bedoelde je nou precies met die zin? Want je bent nu wel zijn level qua hoeveel berichtjes je ja, aan ik pas me gewoon aan, zo ben ik. Pas me aan mijn omgeving. Laat me niet afleiden door, dus hij is al aan het confusen. Oh ja, ik geniet nog even... Nu is het afgelopen. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. Dankjewel voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Volg mij op Instagram en ook Masha en op YouTube. Kijk alles in de beschrijving en dan check ik jullie volgende keer. Love you.